Komkommerzaaien is helemaal niet moeilijk. Wel is het zo dat als je eerder begint, je waarschijnlijk grotere kweekpotjes nodig hebt omdat het langer duurt voor je uit kunt planten. We vullen een aantal potjes met zaaigrond en drukken daar met onze vinger een gaatje in van ongeveer 1 à 2 cm diep. We zaaien in elk gaatje meerdere zaadjes, zodat we zeker weten dat overal iets opkomt. Bij een F1 hybride ras hoef je maar 1 zaadje te zaaien per potje, omdat die zaden eigenlijk altijd wel kiemen. Maak de zaaigrond goed vochtig en herhaal dat ook regelmatig. We zetten de potjes in een verwarmde kweekbak op de vensterbank. Die verwarmde kweekbak is niet vereist, maar het kiemen gaat zo wel iets sneller. Maar je kan ook gewoon een mini kweekkastje gebruiken. Als er meerdere zaadjes zijn opgekomen, dan kan je er wat weghalen. Je houdt steeds maar 1 plantje per potje over. Jonge plantjes kan je nog met de hand eruit trekken. Maar wacht daar niet te lang mee, want als ze groter zijn, dan zijn de worteltjes verstrikt geraakt. En dan trek je ook de worteltjes stuk als je ze eruit haalt. Wanneer de wortels aan de onderkant uit de potjes komen, kan je de plantjes gaan uitplanten. Je kunt de potjes iets indrukken, zodat het kluitje makkelijker loskomt. Vervolgens zet je het kluitje voorzichtig in het gat dat je hebt gemaakt en maak je dat ook weer dicht.